is een beetje een Nederlandse streek, althans in de zomer. Het gebied van de Périgord en de Dordogne. Vandaag moet het er vol staan met Nederlandse fans. Oranje boven tussen Périgueux en Bergerac. Daar, op de kade van Périgueux, stonden gisteren op de rustdag de ploegbussen al. Onder andere van Lotto Jumbo. Vlakbij dat merkwaardige middeleeuwse gebouw daar. Maar topgebouw is natuurlijk de kathedraal van Saint-Front. In de 19e eeuw verfraaid door de architect die ook de Sacré-Cœur maakte. Dat is zo mooi weer gisteren, maar het past op een of andere manier wel. Meer in het blog.